Hoi, ik ben Romy. Dus, jij hebt je studiekeuzecheck gedaan, maar wat nu? Weet je zeker dat je deze studie wilt gaan doen, of ben je toch nog een beetje aan het twijfelen? Als je aan het twijfelen bent, is het belangrijk dat je dit bespreekt met school, je vrienden of met je ouders. Wil je toch nog extra begeleiding, kan je ook een gesprek aangaan bij de keuzecoaches van de HVA. Stap 1 is regel de betaling van je collegegeld. Dit kan vanaf 18 mei. Je kan in één keer betalen of in termijnen, maar regel dit wel voordat je start met jouw opleiding. Stap 2. Vraag je collegekaart aan. Deze heb je nodig voor de bibliotheek of om te printen, maar ook voor een kluisje en voor de koffieautomaat. Stap 3. Bereid je voor. Check je boekenlijst, je rooster, klasseindeling en meer op de start van startpagina van jouw opleiding. Dan de laatste en leukste stap. Zorg dat je meedoet met de introductie en leer direct andere studenten kennen. Heb je dit allemaal gedaan? Gefeliciteerd! Dan kan je eindelijk gaan genieten van je zomer en zie je weer graag op een van de campussen bij de HVA. Doei!